allemaal. Goedemorgen bij het online Dorpenfestival 2021. We zitten in de raadzaal van het gemeentehuis van A. en Hunze. Mooie gastvrije gemeente die als mede-organisator alle locaties van het festival waar live opnames zijn ter beschikking stelt. U komt op die locaties door op de aanzichtkaart te klikken op de homepagina. En als er ergens een opname plaatsvindt, kunt u op die foto klikken en bent u bij het gesprek. Kijk straks vooral even goed rond. Er is een enorm breed aanbod en er is een hoop te beleven. Het mooie van zo'n online festival is dat u makkelijk even in en uit kunt, als het werk dat vraagt, om later weer aan te haken, om niks te missen. En maakt u daar vooral gebruik van. En mocht u iets interessants zien voor een collega of een bekende, geef dat dan snel door. Inschrijven is zo gedaan. Maar voordat we in al die sessies aan de slag gaan met de uitdagingen van de plattelandsdorpen, kijken we eerst in dit gesprek met enige afstand naar het platteland. Hoe staan de dorpen ervoor? En waar liggen de kansen en de uitdagingen? En we zullen straks horen van onze gasten die met hun organisaties werken aan het platteland, hoe ze de kracht van het dorp verzilveren. Komende half uur zie je het maar als het openingsakkoord om een beetje sfeer te proeven, de toon te zetten. En dit gaat ergens over. Mijn naam is Olga van Kallis. Ik ben programmamanager van het Nationaal Programma Landelijk Gebied voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. En ik zal de gespreksleider zijn vandaag en straks ook in de talkshow over leefbaarheid en wonen. Naast mij zitten vier gasten. Jetta Kleinsma, commissaris van de Koning in Drenthe. Ellen van Zelm, burgemeester van Opsterland en voorzitter van de P10. Geert-Jan ten Brink, dijkgraaf van waterschap Hunze en Aas. En tot slot Annelies Kroeskamp. Zij is directeur bestuur, financiën en regio's bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties. Welkom, alle vier. We hebben afgesproken om gewoon je en jij te zeggen. Dat is even voor de kijkers thuis. Jetta, mag ik bij jou beginnen? Trots op dit festival? Nou en of. Kijk, ik heb lang in Den Haag rondgelopen. En ik ben nu weer terug in Drenthe. Ik kom hier oorspronkelijk ook vandaan. Ik kom hier weg, zoals wij dat zeggen. En wij we hebben hier zulke waanzinnig mooie dorpen. Dus het is heel fijn om die te kunnen laten zien. En ook om door te kunnen praten over hoe de dynamiek in die dorpen is. Dus ik vind het heel fijn dat het dit jaar in Drenthe is. Het is een beetje treurig dat u, dames en heren, ik weet niet welke camera ik nu in moet kijken. Maar dat u er niet echt fysiek bij kunt zijn vandaag. Maar wat zult u mooie plaatjes zien. Het voordeel van digitaal is, het druilt nu een heel klein beetje buiten. Vanmiddag komt de zon erbij. Dus we zitten allemaal hoog en droog. En dat is heel plezierig. Ja, fijn. Ellen, een dorpenfestival. We hebben tijdens corona het platteland helemaal herontdekt, lijkt het wel. Is het nodig, zo'n dorpenfestival? Ja, wij vonden het altijd al een heel goed idee om dit dorpenfestival te houden en meer aandacht naar het platteland. En dat komt er ook steeds meer, met name in corona. En dus dit komt precies op het juiste moment. Want ik denk dat vandaag ook de gelegenheid is om de kracht en de pracht van het platteland goed te benadrukken. Hè? Wat er allemaal gebeurt en wat er kan. Maar ook de kwetsbaarheid. Want ik denk dat als dat goed in evenwicht is, dat zou een mooie uitkomst van deze dag zijn. Want dat is denk ik wat nodig is om ook de ruimte die het platteland biedt en ook wat het dorp allemaal kunnen bereiken, om dat goed in evenwicht te hebben. Ja. Geert-Jan, herken jij de kwetsbaarheid ook van het platteland? Of zeg jij van, het is hier prachtig geregeld. Ik als dijkgraaf ben best tevreden hoe het gaat. Nou, weet je, het platteland is hartstikke mooi. En mensen op het platteland die zijn vaak gelukkig en leven daar in samenhang. Het noordenschap is hier gewoon heel goed aanwezig. Maar wat net al werd gezegd, ondanks die pracht zijn er ook heel veel uitdagingen voor het platteland. En zeker ook voor waterschappen. Wij zien bijvoorbeeld dagelijks de effecten van die klimaatverandering. En niet alleen voor nu, maar ook voor morgen en overmorgen, voor de toekomstige generaties na ons. En daar hebben wij ook als waterschap heel veel zorg en aandacht voor. Ja, goed zo. En het waterschap kent een eigen belastingssysteem, kent ook eigen verkiezingen. Maar tegelijkertijd staat het ook wat ver misschien van de burgers af. Of hebben jullie wel veel contact om ook
je werk goed te doen. Hoe beschrijf je dat eens? Zeker als we nieuwe zaken oppakken, dan hebben we zeker veel contact. Als wij het hebben over de beekbodemverhoging in het Andouwerdiepje, dan gaan we direct met de omgeving in gesprek van dat heeft effect. Dat doen we waarom we dat doen en hoe dat uitgevoerd gaat worden. Of grotere werken hebben. Als we een nieuwe dijk gaan maken, dan hebben we het over het ontwerp en alles. Dan praten we echt met de mensen daarover. Dat is superbelangrijk voor welke overheid dan ook om goed in contact met elkaar te staan. Maar het is natuurlijk wel zo, weet je, waterschappen, we zijn een beetje verwend in Nederland. We hebben robuuste organisaties, 21 waterschappen. En die waterschappen die doen hun werk gewoon hartstikke goed. En die zijn netjes bezig met droge voeten. Daar zijn we heel goed in met elkaar. Daar hebben we gewoon nu al tientallen jaren achter elkaar. Hebben dat gewoon goed voor elkaar. We hebben een Delta-programma. We hebben eigen belastingstelsel. Dat betekent dat we met z'n allen als inwoners betalen we voor onze eigen veiligheid. En daar hebben we gewoon heel veel vertrouwen in Nederland. Maar tegelijkertijd wonen we wel in een Delta die heel kwetsbaar is. En als je dan kijkt naar zeespiegelstijging, nou ja, dat hoef ik niet te vertellen. Van als we niet ingrijpen, dan hebben we een groot probleem. Er staat een groot deel van Nederland heeft natte voeten. En hoe gaan we daar nu mee om? En hoe gaan we water bijvoorbeeld vasthouden in de tijden van klimaatverandering? Dus het heeft wellicht een beetje een duf imago. Maar als je een beetje verder doordenkt, dan kan het niet anders dan dat we schouder aan schouder met inwoners en andere overheden samen die opgaven die voor ons staan gewoon het hoofd moeten bieden. En daar speelt het platteland, naar mijn idee, een hele belangrijke rol in. Ja. Annelies, dit dorpfestival gaat ook over samenwerken, zeker, interbestuurlijke samenwerking, samenwerking met dorpsgemeenschappen, initiatieven die daar veel vandaan komen. Hoe staat het met die samenwerking? Ik denk heel goed. Ik denk steeds beter. We zijn een aantal jaar geleden inderdaad met het interbestuurlijk programma begonnen, waar Vitaal Platteland echt een van de hele belangrijke elementen in was. Nou, we zitten hier met 4 overheden aan tafel, dus volgens mij is dat ook waar we staan. Wij zien ook wel dat die maatschappelijke opgaven echt complex zijn en ingewikkeld. En dat we ook richting de toekomst veel dingen goed samen moeten regelen, want niemand kan het meer alleen. En dat is ook, denk ik, in deze regio het geval. De regio-deals zijn gestart volgens mij als een heel mooie middel om ook echt regionale samenwerking tussen Rijk en overheden tot stand te brengen. Ik zie heel veel kracht en energie eigenlijk. En ik heb echt wel vertrouwen dat we ook die moeilijkheden die er zijn, kunnen overwinnen. Ja. Ja. En waar zitten die verbeterpunten? Of waar zou het nog beter kunnen? Die verbeterpunten zitten zowel aan de kant van het Rijk als aan de kant van de regio, denk ik. Wij hebben ons te organiseren integraal. Dat doen we niet altijd ideaal. Maar daar worden we ook wel steeds ietsje beter in. Aan de fysieke kant denk ik dat we daar echt wel steeds integraler kunnen werken met alle ministeries aan onze kant. Daar willen wij als BZK ook heel erg in bijdragen. Wij zien onszelf ook als het moederdepartement om ook daar een bijdrage aan te leveren. Ik zie ook dat we aan de kant van innovatie dingen kunnen doen, waar we elkaar in kunnen vinden. Ik zie ook dat dat het ook steeds beter lukt om te leren van de energie die er in de regio is voor, zeg maar, bredere uitrol. En daar zit volgens mij de ontwikkeling nog in. Ja. Dat we zien dat het zowel in de steden als in de regio echt tot stand kan komen. Ja. Ja. Jette, herken je dat beeld, dat waar het op kan verbeteren? Ja, zeker. Kijk, ik hoop dat bij de totstandkoming van een nieuw kabinet en een nieuw regeerakkoord ook echt aandacht zal zijn voor dit soort van dynamiek. Want je zegt het heel terecht, BZK zou ons moederdepartement moeten zijn. Is dat ook wel een beetje, maar dat kan wel een onsje enthousiaster. En ik gun BZK en ons allemaal, hè, als mede-overheden, zo dat we echt weer een paraplu krijgen die snapt wat er gebeurt in het hele land. Echt met de klemtoon op hele land. Want de dynamiek vanuit het Haagse is altijd wel behoorlijk geënt op, nou ja, wat er allemaal gebeurt in die actieradius rond het Binnenhof, zal ik maar zeggen. Maar het is zo wezenlijk dat we ook in de regionen waar we nu zitten natuurlijk aandacht krijgen vanuit het Rijk. Het is een groot goed dat die regio-deals zijn verzonnen. Want daardoor zijn wij tot elkander veroordeeld op een mooie manier. En niet alleen maar tot elkander, maar ook tot allerlei instellingen om ons heen. He, van onderwijs tot corporaties moet gebouwd worden. Ondernemers, natuur en landschap. En landbouw. Dus dat is mooi dat die plakselpot als het ware ontworpen is. Maar wat nu moet gaan gebeuren is dat ons moederdepartement die plakselpot veel meer onder haar hoede kan hebben. En dat moet verankerd worden in het nieuwe regeerakkoord. Ja,
Ja, een duidelijke oproep. Dus. Ja, toch? Ja. Ik dacht, ja, dat ga ik maar eens even doen op de vroege donderdagochtend. Ja. Ellen, we spraken net al heel even kort over de krachten die vanuit de dorpen ook ingezet kan worden. Kan jij dat eens beschrijven? Waar hebben we het dan over? Ja, ik herken wat Jetta zegt. Ik denk dat een tijd lang zijn wij vanuit de P10 ook bezig geweest om in Den Haag de boodschap af te geven van kijk ook naar het platteland. Maar dat heeft dan vaak een ondertoon van, ja, wij zijn ook leuk. Hè? En dat is heel erg nodig geweest om te recreëren. En voor veel steden is ook platteland vooral een beetje de moestuin, de achtertuin, de speeltuin. En dat is ook nodig geweest, denk ik. Wat nu nodig is, is dat en blijvende aandacht vanuit Den Haag en goede, voor het platteland. Hè? Want daar ligt toch de oplossing van veel grote maatschappelijke vraagstukken ligt op het platteland. Dat zal toch hier in de ruimte van het platteland moeten gebeuren. En ten tweede moeten dan aan de kant van de gemeenten ook moeten wij een serieuze gesprekspartner zijn. Dus dat betekent dat wij als gemeente ook ons verdiepen in wat is dan precies het vraagstuk, wat is onze rol daarin, op welke manier willen wij ook de Rijksoverheid en de provinciale overheid aan hun afspraken houden, wat is daarvoor nodig. Dus het komt van twee kanten en dat gesprek voeren wij zowel met onze mede-overheden, want de relatie is stukken verbeterd, zowel met provincies als met de Rijksoverheid. De regio-deals hebben enorm geholpen om interbestuurlijk vast te stellen van wat er in een bepaalde regio aan problematiek is. En dat helpt zeg maar, om de actualiteit ook goed te verwoorden en te benadrukken. Ja, nu is het een kwestie van uitvoeren en ook doorzetten. En wat ons betreft, wat de P10, onze ambitie is dat er in het regeerakkoord komt te staan dat er vitale dorpen en vitale gemeenten nodig zijn op het platteland om de vraagstukken van deze tijd aan te kunnen. En dat zeg ik speciaal omdat er het platteland vaak gezien wordt als het is er heel mooi, leuk landschap, koe in de wei. Dus dat zeg maar meer de uiten. En wij zeggen altijd, ja, maar er wonen ook mensen die gericht zijn op samenwerken, op die heel initiatiefrijk zijn, zowel jong en oud. Dus die zijn gewend om de schouders ergens onder te zetten en maak daar gebruik van. Ja. Nou, een nieuwe tendens, mag ik daar even op door? Ja, zeker. Ja? Een nieuwe tendens is natuurlijk na corona dat je ziet dat heel veel mensen uit het Westen denken, hey, dat platteland is eigenlijk zo gek nog niet. Want daar kun je gewoon ademhalen. Daar is ruimte. En als er nou weer zo'n pandemie zou komen, wat iedereen natuurlijk niet hoopt, dan is het veel fijner om in een leuk huis met een tuin te zitten dan op een appartementje zonder balkon. Dus er komen nu al heel veel mensen hier naartoe om hier te gaan wonen. Dat is voor ons natuurlijk een uitdaging om niet alleen maar overal en nergens te kunnen bouwen, want daar moeten we ook voorzichtig mee zijn. We moeten niet onze natuur zomaar volbouwen. Maar het is ook een uitdaging om de oude getrouwe inwoners van dorpen te laten oplopen met al die nieuwe westerlingen. Ja. En die chemie tussen mensen, dat moeten we met z'n allen gestalte kunnen geven. Ja. Ja. Want als je altijd in Rotterdam hebt gewoond en je komt opeens hier wonen, dat is toch net een andere koek, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, we gaan het later deze dag ook nog hebben over de stroom van nieuwe inwoners en wat dat doet met de leefbaarheid. Dat is een andere talkshow. Geert-Jan, als je beschrijft, Ellen beschrijft ook, er komen heel veel opgaves eigenlijk naar het platteland, want daar is ruimte. Kan er dan alles hier? Wat jou betreft? Wat ik net al aangaf, ook daarin zul je wel de menselijke mate en moet je zorgvuldig kijken naar hoe je dat gaat inrichten. Maar ik draai hem om. Kan alles nog in het Westen? Als je kijkt naar de bijvoorbeeld de afgelopen 3 jaren, die heeft ons geleerd met de verdroging dat we heel veel opgaves hebben. Het klimaat verandert, de zeespiegel die stijgt. En om eerlijk te zijn, ik gooi hem er maar in. Als je gaat bouwen als een stad in het Westen en je gaat daar een nieuwe stad naast bouwen, terwijl je op het putje zit van de bodem, 10 meter beneden een zeespiegel, dan zijn we eigenlijk niet goed bezig als het gaat om de toekomst van Nederland, van onze kinderen. Dus je zou ook dat platteland kunnen gebruiken, hoger gelegen delen van Nederland, om juist daar wat meer dynamiek te krijgen. En ik vind echt dat we daar nog een hele grote opgave hebben.
En ja, als je diep in mijn hart kijkt, denk ik van je bent knettergek dat je in Gouda een nieuwe wijk gaat bouwen. Terwijl je zo'n prachtig aanbod vanuit bijvoorbeeld Noord-Nederland hebt liggen om wat te gaan doen met woningbouw. Dan moet je wel de infrastructuur ervoor hebben, dus dan moet je met z'n allen wel aan gaan werken. Ja. En het is niet van vandaag op morgen georganiseerd. Maar laat water veel meer een leidend principe zijn voor de inrichting van Nederland. En nou ja, dan hebben we volgens mij een hele mooie toekomstagenda hebben we gemaakt. Ja, zeker. Komt dat ook door en klinkt dat door in Den Haag? Ja, dit is wel herkenbaar. Volgens mij, wat je gewoon echt, dat inzicht is er echt. Hè, de laatste tijd wel ontstaan. We hebben moeten heel Nederland benutten om gewoon onze opgave aan te kunnen. Wat niet wil zeggen dat er in de stad niet ook iets moet. Hè. Ook daar is een leefbaarheidsvraagstuk. Maar dat gaat samen op wat mij betreft. We hebben zeg maar de regiokant waar de leefbaarheid een vraagstuk is. En we hebben in de grote steden een vraagstuk liggen. En dat gaat in Den Haag echt samen op. Dat heel Nederland benutten is echt wel de agenda wat ons betreft ook voor een nieuw kabinet. Ja, ja. Ja, maar ook dus ik hoor je ook wel zeggen, ook wel kijken waar wat kan. Hè? Dus daar ook goed naar het bodem- en watersysteem kijken, denk ik, hè, is jouw oproep. En naar de infrastructuur. En de infrastructuur. Ja. En infrastructuur. Ja. En los daarvan, je zult altijd binnenstedelijk bezig moeten gaan met de kwaliteit opgaves die je hebt in de wijken. Dat staat los van die andere ontwikkeling. Ja. Maar niets is makkelijker. Ik vind dat we soms als de gemakkelijke weg kiezen in Nederland. Daar is gewoon maar weer een weiland vol met woningen en is het probleem opgelost. Een nieuwe Finex-wijk erbij. Nou, die tijd hebben we volgens mij gehad. Dat kan gewoon echt niet meer. Nee. En bij het uitwerken daarvan is het van belang. Kijk, als we dat gaan doen, hè, ik denk dat is onvermijdelijk. Dat er ook naar de ruimte van het platteland gekeken gaat worden en dat ook benut. Dan hebben wij binnen de P10 ook gekeken van wat is er dan nodig om te zorgen dat dat ook goed gaat. En wat belangrijk is, is dat er ook in plattelandsgemeenschappen een soort eigenaarschap gevoeld wordt van ja, dit is een gewenste ontwikkeling, hè, dit helpt ons allemaal verder. Maar niet alleen gevoeld, maar dat er ook een soort eigenaarschap is. Dus dat betekent dat ook niet alleen het bedacht wordt in Den Haag en dat zeg maar ook de baten alleen maar naar Den Haag gaan en de kosten allemaal platteland komen te liggen. Maar dat ook een deel van de baten, hè, met name als het gaat over energieopwekking, maar ook als het gaat over het aanbrengen van nieuwe woningbouw en infrastructuur, dat die baten ook op platteland landen. Zowel financieel als ook in werkgelegenheid, in voorzieningenniveau enzovoort. Niet dat het een tweede randstad moet worden, maar ik denk dat ook heeft het ook goed kans van slagen. Wat is dit een belangrijk punt? Want de lusten en de lasten moeten veel eerlijker verdeeld worden als het gaat om energietransitie. Toen ik hier aankwam 3,5 jaar geleden, toen speelde inderdaad de hele discussie rond de windturbines in dit gebied. De burgemeester sprak er net al over, Anno Wietse. Ja. En de lusten van die windenergie, ja, die stromen naar diegenen die turbines bouwen. Dat zijn hele hoge windmolens. Maar de lasten, dus de mensen die erop uitkijken en die met het geluid te maken hebben, die komen bij de omwonenden terecht. En die zien helemaal niets op hun energierekening terug. In de zin van mindere kosten op die energierekening. Dus ik vind dat gewoon in de psychologie zo slecht. En daar moeten we in Nederland echt veel beter over nadenken. Veel beter. Ja, ja. Dus het rendement van energieopwekking, hoe verdeel je dat over alle Nederlanders? Ja, ja. Nou hebben we allemaal wensen ook wel uitgesproken, hè, voor een nieuw kabinet, toekomst. Als je nou, Ellen, afgelopen jaren kijkt, hè, P10 is begonnen als 10 plattelandsgemeentes. Inmiddels zijn het er 29 ja. Al? Ja, dus daar zie je al het belang van het hier toch samen groeperen en pakken en daar iets het belang ook daarvan op tafel leggen. Waar ben je echt trots op van afgelopen jaren? Je zegt van, en dat is een heel mooi voorbeeld. Daar komt echt de kracht van het, ja, de dorpsinitiatieven, het platteland naar voren, wat we ook kunnen meenemen voor die nieuwe opgaves. Ja, waar ik trots op ben, is dat wij inmiddels ook een gesprekspartner zijn die meepraat. Die we ook op de goede tafels meepraat, zowel in Den Haag als in de provincies. Als ook het goede gesprek in onze eigen gemeenten voeren. Hè, van wat hebben wij nu te ontwikkelen en te leveren. Dus daar ben ik echt trots op. En het tweede punt wat heel belangrijk is geweest, is toen wij 10 jaar bestonden, hebben wij gezegd van waar zijn wij nu eigenlijk voor? Want het is aan de ene kant leuk om elkaar te ontmoeten en om
met gelijkgezinden te spreken. Maar wat is nou eigenlijk het kapitaal van het platteland? En toen hebben wij onderzoek laten doen door de Wageningen Universiteit naar wat bepaalt nou leefbaarheid. En wat daaruit is gekomen, is wat ik net eigenlijk al zei, is dat er zoveel initiatieven op het platteland zijn om de eigen leefbaarheid te verbeteren. Dat die onderzoekers, die zijn haast als een soort antropologen, hebben die zich in tientallen dorpen in Nederland zijn die op straat gegaan. En die hebben aan mensen gevraagd die ze tegenkwamen van wat is hier aan de hand? En heel open. En ze kwamen allemaal op initiatieven uit van energiecorporaties tot kleine buurtbarbecues die je overal ziet. Maar met name het vermogen om groot te denken op platteland, in de schouders samen ergens onder zetten. Ja, dat is wel echt iets om trots op te zijn. Bijvoorbeeld die energiecorporaties. Want wat je ziet is dat er in een heleboel plattelandsgemeenten zijn dorpen die zeggen, wij maken een eigen energiecorporatie waar we lid van zijn en waar wij ook energie van gebruiken. Niet met de bedoeling om dat op te schalen naar het hele land, maar wel als voorbeeld waar anderen ook een energiecorporatie kunnen beginnen. En die beweging, dat zelf kunnen organiseren, of het nou gaat om een energiecorporatie of zelf op kleine schaal snel internet aanleggen. Ja, dat is gewoon echt wat de kracht van het platteland is. Ja, ja. Herken jij dat ook bij de projecten die jullie als waterschap uitvoeren ook? Oh ja, zeker. We hebben een waanzinnig veel betrokkenheid van de inwoners bij de werken die wij doen. Wat ik net vertelde van het Anlo Diepje, dat we een beekbodem gaan verhogen, dat is uniek. Dat hebben we nog nooit eerder in Nederland gedaan. En dat doen we vanwege de natuur, de kwetsbare natuur van het Drentse Aa. Maar tegelijkertijd heb je daar vraagstukken bij, maar hoe ga je dat doen? En mensen vinden daar wat van, maar ook de zorg, wat betekent dat dan voor mijn dorp als daar de waterstand omhoog gaat? En dan gaan we met elkaar in gesprek daarover. En dan gaan we het uitproberen, dan gaan we kijken wat zijn goed monitoren voordat we de volgende stap weer zetten. Ik herken dat als het waterschap een bever verplaatst die in de stad Groningen zit. Ja, dat vindt heel Groningen. Die kijkt naar die kooi waarin die bever wordt gevangen. En vervolgens, wat gebeurt er met het welzijn van het beestje? Die we dan op verzoek van de provincie Groningen elders naartoe brengen. Ja, er is een enorme betrokkenheid op het platteland bij volgens mij het werk van al onze overheden. Ja. En niet alleen de overheden, maar ja, weet je, dat is toch wel een van de kernkrachten van het platteland. Mensen zijn hier gelukkig, zijn hier blij. Maar vooral nabeschappen met z'n allen de schouders eronder. En dat is een stukje kracht waar Nederland gewoon gebruik van kan maken. Ja, maar daar zit ook wel weer. Kijk, het is enerzijds anderzijds. Hier in Drenthe wonen de gelukkigste mensen van Nederland. Heeft het Sociaal Cultureel Planbureau bedacht. Maar ook mensen met hele kleine portemonnees die al van vader op zoon en van moeder op dochter behoorlijk in de armoede zitten. Dus het is niet alleen maar dikke mix, zal ik maar zeggen. En ik vind het zo wezenlijk dat je voor die regio, dat is vooral Zuidoost-Drenthe, dat je daar steeds extra inzet voor pleegt, zodat die mensen veel beter kunnen meekomen. En wat de uitdaging nu wordt voor de komende jaren, hè, is dat je aan de ene kant die prachtige, mooie, karakteristieke dorpen overeind houdt. Want daar mag natuurlijk niet aan getornd worden. Daar mag je niet meer zo'n torenflat midden op de brink zetten of zo. Dat slaat nergens op. Dus die eigenheid is wezenlijk. En tegelijkertijd realiseer je dat er heel veel mensen moeten wonen. Dus we moeten dat op een prachtig mooie manier inpassen. Nou, ga er maar aan staan. En dat is ook heel erg mooi, hè? Bestuurders zijn op aard, zeg ik altijd maar, om daar keuzes in te maken. Maar dat kan niet zonder al die mensen die hier wonen. Dus het appel op die mensen, en die zijn gelukkig ook heel erg van het vrijwilligerswerk en van het meedenken, blijft, wil je alsjeblieft ook meedenken over je eigen leefomgeving. En niet alleen maar met de hakken in het zand, hè? Maar ook gewoon met een open blik naar hoe moet dat nou de komende decennia. Dus ik zou het zo mooi vinden als aan het eind van deze dag daar iets op verzonnen is. Ja, ja. Annelies, hoe kun jij dat vanuit het ministerie ondersteunen? Wat wij de afgelopen periode hebben gedaan, ook met het hele programma bevolkingsdaling. We hebben een aantal expertise-trajecten, ook vooral op het wonen en op de energiekant gedraaid. We hebben meegedraaid in regio-deals die zowel in de regio zaten, ook aan de grensoverschrijdende kant, hè, dus ook aan die randen van het land.
waar precies deze vragen die Jetta schetst heel erg spelen. Ja. En wij proberen zeg maar ook de kennisfunctie die daar tussen die regio's zit en die uit die deals komt en uit die verbindingen echt van elkaar te leren. We proberen ook de lessen die wij trekken uit de stedelijke gebieden, die ook over fysieke leefbaarheid gaan, waar ook vragen zitten van diezelfde doelgroepen eigenlijk. Hè? Die kwetsbare mensen, die stapeling. Of daar wat, of daar verbindingen gelegd kunnen worden, lessen uitgetrokken kunnen worden. En wij proberen echt vanuit Binnenlandse Zaken zowel de fysieke departementen als de sociale departementen in dit soort vraagstukken te betrekken. En ook die verbinding daartussen te zoeken. En dan ontstaat een sociaal-fysieke leefbaarheid, hè? Die beide kanten. Het zou ook goed zijn, zoals zeg maar we hebben het net al over die regio-deals. Dat is een prachtig instrument wat helaas incidenteel van financieel karakter is. Dus ja. Het zou wel goed zijn als dat zich dat ook vertaalt in structureel geld. Ook om, wat Jetta aangeeft, bijvoorbeeld de armoede en sociaal-economische problematiek, die ook eigenlijk wel heel duidelijk aanwezig is, om dat ook echt aan te kunnen pakken, samen met regionale ontwikkeling. Ja, en misschien een opmerking die een dijkgraaf niet maakt door dijkgraaf, maar wel Geert-Jan, als Geert-Jan. Die zegt van, ik ben het helemaal eens met Jetta als het gaat om inderdaad de structuur van de gevoelige gebieden. Zuidoost-Drenthe, Oost-Groningen. En het is dan heel jammer, vind ik, en daar moeten we dan met z'n allen ook antwoord op vinden, dat we juist in die gebieden, dat we die niet volgooien, maar dat we daar ruimte vinden voor windmolens, zonder dat daar dan het gebied zelf van mee profiteert. En dan krijgen we weer een bevestiging van het beeld van, zie je wel, wij zijn wel voor de lusten, of voor de lasten, en de lusten die gaan elders naartoe. En wat overblijft voor de mensen is dat ze dan bijvoorbeeld een obligatie van een windmolen mogen kopen. Dat kan echt niet meer. Dus daar moeten we dan ook perspectief bieden. Betekent ook dat we echt perspectief gaan bieden. Ja. En dat is ook hopelijk dan de les die we trekken uit het Groningen dossier. Waar wij ook heel dat moet echt anders. Ja, het gasdossier. Ja, zeker. En gezien hoe het niet moet. Ja. 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 En de windmolens bij Mede en Zuidoost-Drenthe. Dus we hebben nog een hele opgave te gaan. En het zou mooi zijn dat aan het einde van de dag daar een stukje perspectief in komt. En dat geldt overigens voor meer delen van het land. Hè? Want het is natuurlijk wel een beetje de discussie die we nu voeren hier in Drenthe. In Friesland speelt het ook. Maar in Zuid-Limburg hetzelfde. In Zeeland, op Zeeuws-Vlaanderen, dus in de kop van Noord-Holland, dus Achterhoek. Dat zijn allemaal gebieden waar eigenlijk hetzelfde soort discussies speelt. Ja. Ja. Dus het is, wat dat betreft is het ook belangrijk dat er echt serieus aandacht voor komt. Ja. Wat zouden jullie de festivalgangers nog als tips voor vandaag willen meegeven? Voor het programma of een vraag? Je zegt, nou, let daar specifiek op. Annelies? Ja, ik zou wel zeggen, als er collega's van het Rijk deelnemen, verruim je blik. Wees je bewust dat het helpt om kennis te hebben van de regio waar ook wij in participeren en actief zijn. We zijn ook voor heel Nederland, hè. We zijn niet alleen voor de Randstad. Dus verdiep je in de vraagstukken die hier liggen. Dat zou echt een laat je verrijken, zou ik zeggen. Ja, ja. Ellen, nog een mooie vraag voor de festivalgangers voor vandaag. Ja, ik zou goed opletten, ook om de sprekers heen, van hoe de omgeving er hier uitziet en hier een keer naartoe komen. En daarnaast zitten er veel programma-onderdelen die met bewoners. Dus daar zou ik echt naar kijken. Ja, ja, mooi. Geert-Jan? Ja, doe vooral lekker mee, zou ik zeggen. Ik bedoel, en kijk naar een aantal talkshows met een aantal interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, wat betekent het boer zijn op het platteland tegenwoordig? Dat is, en natuurlijk de dijkgraaf die gaat vertellen hoe water veel meer een ordenend principe kan zijn voor de ruimtelijke inrichting. Ja. Maar doe vooral mee en probeer ook iets te halen. Ja. Jetta, nog een laatste oproep, tip voor de kijkers. Ik denk dat heel veel mensen natuurlijk gelieerd zijn aan overheden die meekijken vandaag. Alle overheden. En wat zijn we gegroeid in het mede-overheid zijn. Kijk, vroeger hadden we het altijd over het Rijk en de lagere overheden. Dat doen we niet meer. We zijn allemaal mede-overheid. En het wezen daarvan is dat je kijkt naar hoe mensen in Nederland hun levens kunnen leven. En hoe je de chemie tussen die mensen verder kunt opbouwen. En dan heb je het altijd over de interactie tussen stad en platteland. En dat is dus niet meer centrumgemeente en de randgemeenten. Nee, dat is centrumgemeente en buurgemeente. Dus snap je, de terminologie doet er soms hartstikke toe. Ja. Want we zijn gewoon met z'n allen de overheid. Nou, mooie slotwoorden van dit openingsgesprek. Ik wens jullie allemaal een ontzettende leuke dag vandaag als online festivalganger. En ik zie u straks ook terug. Dank u wel.